thank you, sir. I'm very pleased to be here, actually, in Belfast, in Northern Ireland. It's actually the first time I'm here, and so thank you for giving me the opportunity. I'm not working for VIB. I work for the Flemish government, but unfortunately, Sophie Bickaert, who was supposed to give the presentation, couldn't make it, so she asked if I could do this. So I'm very proud that they trust me with this precious program. So it's the VIB is the Flemish Institute for Biotechnology. They are getting their core funding from our department and Flemish government. And their mission is really to be excellent in science by concentrating on the frontline areas of life sciences to translate these findings into benefits for society, so being excellent in tech transfer and entrepreneurship, and also be excellent in communication of the findings towards the public. So these are the three missions they have. The VIB is actually a joint venture of the five universities in Flanders. They employ now over 1,600 people already of almost 80 nationalities. They have 8 research centers, mainly in the University of Ghent and Leuven, but then also in Brussels, Antwerp, and Hasselt. In total, they cover 81 research groups in different areas in life sciences. And they also have a number of core facilities which they share with trying to have high-end technological infrastructures and access to that kind of technologies. Their main idea of the Grand Challenge program is now to translate impact of science to an impact for society, and this has come up already a number of times, that this is an important thing to bring the new findings to the society. So they focus for in the health area, by medical area, on infectious diseases, diabetes, cardiovascular diseases, allergies, cancer, and then a large chunk also on dementia diseases. So the idea is to go towards prevention, to identify and understand the diseases and develop new pathways towards cure. There's also a focus, part of the research departments is focusing on agriculture, given the challenge that we have an exploding population that we have to feed in a climate that is warming up and water is less, but this is not an issue here right now, it's just to be complete. One of the things is now in the program that they focus on bringing in the sustainable development goals, especially on, so you have for the agriculture, you have the focus on reducing or eradicating hunger and addressing climate change, but also for health and well-being is one of the sustainable development goals. Now the idea is to work in a reverse translational matter to try and understand what the needs are and the questions are of the patients of the users, and to translate that into new projects. So they want to learn also of the treatments that patients are using in a clinical setting, and based on that bring back to the bench and develop new projects that then have to be validated again. So it's a circle that they want to address. There was a nice animation here, but it's gone. So what they do in this program is to bring in experts of different fields with different stakeholders in the different areas, but also communicate to the patients and the users of the new technologies. And actually, this is coming very complementary to what Henrietta was just saying. And the program has a bottom-up funding. It tries to work transdisciplinary and bring in those new technological improvements that can be made, with the final goal then to reach this societal impact. Now there's 5 areas on which they focus.
It's on the molecular diagnostic paradigms, on developing innovative treatments, developing personalized or targeted treatments and strategies. And then also, this is a bit out of scope here, on sustainable agriculture and epidemiological control. So far, so they consult all the broadly the stakeholders, the expert stakeholders, patients, to understand really what the needs are in while when using those new novel technologies. A project can have a maximum budget of up to €2.5 million, but there can be additional funds coming from other places. It's not only dedicated for VIB scientists, they try to, so at least half of the budget will cover the participations of groups or experts from outside VIB. It's really to try and go over the silos and enhance the collaboration. And for the projects that have not yet reached the proof of concept at the time of the start of the project, they allow a 6-month period in which to develop the proof of concept, and then it's followed by a go or non-go for this project to be continued. The time frame before reaching the impact is about 3 years. So that means then the deliverables should be there. But of course, the societal impact, you need to have a vision that will take a little bit longer than the 3 years. So far, the first call was in 2017. And these projects are continuing until 21. So the first project is in hepatology, to try and overcome the current challenges with diagnostics. Another project is focusing on understanding with single cell technologies and multi-omics technologies the tumor ecosystems and try to improve the immune checkpoints. And then another important project is on primary immune deficiency deficiencies and develop translational methods there. The call of 2018 identified also three projects, one on spondyloarthritis, to try and go to early treatment so that you can avoid the use of drugs in the beginning. Then there's a project on trying to develop new drugs that can cross the blood-brain barrier to treat brain diseases. And then finally, there's a project that addresses the inflammatory bowel disease by microbiota modulation strategies. The review process procedure, it's a two-step procedure with written reviews of experts of science, but very importantly also from experts in societal issues. There's a rebuttal procedure foreseen, and then the project can be presented during a panel review, and then the final decision is at the board of directors. And very important in consideration whether a project is eligible are the different readiness levels. So not only the technology readiness level, but also the market and the societal readiness level have to be taken into account. And when a project is at the bottom, it can be developed if they can convince that within this 3-year period, they will reach the level where the technology, the market, and the societal readiness level levels can be reached. So now, what is in the pipeline? The next call is launched, and outreach activities are ongoing. So there's the information is spread, so there's an engagement. There's consultation, so the involvement is increased. And then the idea is to have a stronger collaboration and by sharing the participation. And what is also important here is that not only the data, but also the publications, but also the contribution of the patient samples are here trying to be used in biobanks to be shared in future projects for research needs. And so that is for the grand challenges.
If you need more information, you can contact Sophie. So this is Sophie. And if possible, I can show some animations that were on the computer, Sorka. Als we kijken naar alle ziekten in de wereld en hoe lang mensen ziek zijn en hoeveel mensen eraan sterven, dan zijn hersenziekten de grootste groep. Veel groter dan kanker of hartziekten of andere ziekten. En als we kijken naar de geneesmiddelen, dan hebben we praktisch niks voor hersenziekten. Een van de grootste redenen waarom we geen geneesmiddelen hebben, is omdat het zo moeilijk is om die in de hersenen te krijgen. De hersenen zijn beschermd van de rest van het lichaam door iets wat wij in de wetenschap de bloed-hersenbarrière noemen. En dat maakt dat therapieën die bijvoorbeeld voor kanker werken, antilichamen en andere stoffen, die we gemakkelijk kunnen inspuiten, die geraken niet in de hersenen. En dus de bedoeling van ons project is om een middel te vinden dat toelaat om op een efficiënte manier geneesmiddelen in de hersenen te brengen. En dat zou waarschijnlijk een van de grootste doorbraken kunnen worden die in hersenonderzoek over de laatste jaren is gemaakt. Het lichaam heeft van nature uit moleculen of transporters ontwikkeld die wel voedingsstoffen uit de bloedsomloop kan opnemen en zo vanuit de bloedsomloop tot in de hersenen kan transporteren. Er zijn onderzoeksgroepen bezig die op zich stoffen ontwikkelen die binden aan deze voedingstransportmechanismen om zo geneesmiddelen tot in de hersenen te krijgen. Maar het innovatieve van hetgeen dat wij gaan doen, is dat wij een methode ontwikkeld hebben, een platform, waarin dat we uit een set van honderden of duizend verschillende mogelijke transportmechanismen de beste transporter te halen, waardoor dat we het meest efficiënt een geneesmiddel tot in de hersenen krijgen om zo een hersenaandoening te behandelen. Voedingsstoffen komen niet alleen in de hersenen terecht via de bloed-hersenbarrière, maar er is ook nog een andere route, namelijk via het hersenvocht. En wat dat we in dit project ook willen doen, is kijken of dat die achterpoort ook een mogelijkheid is om medicijnen in de hersenen te krijgen. Gesteld dat we ons transportmechanisme aan de praat krijgen, dan willen we dat natuurlijk gaan toetsen aan de praktijk en dat gaan vertalen naar toepassingen voor de patiënt. En een van de voorbeelden daarbij gaat over tumoren die uitzaaien naar de hersenen. Omdat tumorcellen die zich in de hersenen bevinden, die verstoppen zich eigenlijk voor de therapie die normaal gegeven wordt in de rest van het lichaam. En dus met het huidige platform dat we aan het ontwikkelen zijn, proberen we om bestaande therapie zo te wijzigen dat die efficiënter in de hersenen kan geraken om daar die tumorcellen te gaan aanvallen. En dus op die manier patiënten te kunnen helpen op termijn. De hersenen zijn het meest moeilijke orgaan om te bestuderen. Eigenlijk is dat de laatste grote kennisbarrière. En dus dat verklaart waarom we eigenlijk niet snel vooruit gaan. En een tweede reden waarom we niet snel vooruit gaan is de onderfinanciering. Er is ongeveer 15 tot 20 keer meer middelen aanwezig om zaken in kankeronderzoek te doen dan in zaken in hersenziekten zoals Alzheimer, terwijl dat aantal patiënten gelijk is. Dus deze boost hier, dat is een belangrijke stap in de goede richting, maar er zijn nog heel veel meer van die stappen nodig. Dit project is een groot project. Het is groter dan de normale schaal van academische projecten. En wat ik er zo fantastisch aan vind, is dat het ons toelaat om gedurende 2 jaar intensief met een ganse reeks groepen over de wereld samen te werken om ons doel te bereiken. En in die zin is het te vergelijken met wat de industrie zou kunnen doen, omdat zij natuurlijk met meer middelen en met verschillende expertises zo'n probleem kunnen oplossen. Wij in de academische wereld doen kleinere experimenten, stapje per stapje. In dit geval kunnen we met al die groepen tegelijk in parallel dat probleem aanpakken. En ik verwacht dus eigenlijk dat we binnen 2 jaar een grote sprong voorwaarts gaan gemaakt hebben. It's just an illustration of how to get the public involved and so that in a way that people understand in a simple language while addressing really big problems. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, het VIB, staat garant voor 20 jaar top wetenschappelijk onderzoek. Met het Grand Challenges-programma willen we dat wetenschappelijk onderzoek een grotere maatschappelijke impact geven. En wel als volgt, we spiegelen ons daarvoor ten opzichte van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die een betere toekomst voor ons allen beogen. En we gaan
omgekeerd te werk. We gaan vanuit het werkveld, vanuit de praktijk, noden, problemen, vragen terugkoppelen naar het laboratorium. Vragen zoals welke patiënt komt in aanmerking voor welke therapie. Vanuit het laboratorium, vanuit onze kennisbasis en gekoppeld aan de meest geavanceerde technologieën, gaan we proberen nieuwe hypothesen te formuleren die finaal kunnen vertaald worden in nieuwe oplossingen, nieuwe toepassing ten behoeve van de patiënt. De projecten binnen de Grand Challenge zijn multidisciplinaire projecten. Dus enerzijds is het belangrijk dat we onze expertise delen met andere centra, met andere universitaire centra, maar ook met de verschillende onderzoekslabo. En daarnaast willen we ook de stem van de patiënten laten horen. Dus willen we samenwerken met patiëntenorganisaties om ook aan hen de informatie, de nieuwe ontwikkelingen die binnen deze projecten worden gecreëerd, om die ook door te geven en dan ook te kijken hoe dat het een invloed kan hebben op een verbetering van het leven van deze patiënt. Ik denk dat het heel relevant is dat wetenschappers, artsen en patiënten kunnen samenzitten, omdat ieder vanuit zijn eigen invalshoek naar dezelfde thematiek kijkt. En als wetenschapper weet je soms niet wat er leeft bij patiënten. Als arts zou je dat misschien iets beter kunnen weten. Maar toch merk je dat er bij patiënten bepaalde dingen leven waar je misschien als wetenschapper of arts niet zo bij stilstaat. En ik denk dat anderzijds ook door, als je als patiënt contact hebt met ook wetenschappers, onderzoekers, dat je dan ook misschien beter kunt begrijpen dat het niet allemaal zo met één vingerknip kan opgelost worden. Als klinicus is het eigenlijk een beetje de Gouden Graal waar we op zoek naar zijn, om te gaan zoeken naar een predictor hoe dat de patiënt zal reageren op een bepaalde behandeling. Heel vaak krijgen we de vraag van patiënten van ja, dokter, wat binnen 10 jaar? En de dag van vandaag kunnen we daar eigenlijk geen duidelijk antwoord op geven. En ik hoop dat we met dit cellulair onderzoek en samenwerking met basiswetenschappers bepaalde predictoren kunnen vinden die deze vraag van deze patiënten kan beantwoorden. Als jonge onderzoeker vind ik het echt heel belangrijk dat mijn onderzoek ook iets kan teruggeven aan de maatschappij. En het Grand Challenges-programma maakt dat mogelijk. We vertrekken echt vanuit de patiënt en het onderzoek dat wij doen creëert een impact op de maatschappij. Dit soort projecten is cruciaal om de verschillende Vlaamse onderzoekscentra te verenigen rond één of andere zeldzame of belangrijke aandoening. En het samenbundelen van krachten en onderzoeksexpertise betekent eigenlijk een meerwaarde voor het Vlaamse onderzoek. En naar uitbreiding ook eigenlijk voor de patiënten die daaraan lijden aan een van deze aandoeningen.